Jongens, bedoel ik in Kraft, dan gaan we verder met krabben achter op mijn hoofd. Nee, we gaan verder met South Park, The Stick of Truth. Omdat het kan. Nee, inventory. Want we gaan als eerst even kijken, want voor mij hebben wij de swatting. Gain fans up when you fight a fetus. Hey, dat is handig. Gain rebirth when you fight a fetus. Trouwens, dat is wel heel handig. Want de vorige keer dat kregen we dat. In ieder geval, hier binnen de cutscene. Die heb je vorige keer al gezien, dus ik skip me even doorheen. Want dit is een zwaar gevecht, maar ik heb het ontdekt. Want dit kijk je denkt, oh ja, nee, hier is nog één. Hij heeft gewoon dit ding hier, waar je krijgt volgens mij zijn leven terug. Als je deze uitramt, heb je volgens mij zijn leven weg. Kan hij geen, of zijn leven weg, kan hij geen leven meer terugkrijgen. Dus wat ik wil doen is eerst dit koordje eruit rammen. En zorgen dat het koordje eraf is, zodat wij hem kunnen verslaan. Hup. Items. Potion small. Fuck, geef me Cartman. Nou, doe ik met Cartman terug aan mij geven ook goed. Bam. Bam. Not doing so well. Small op. Meh. Goed, abilities. Deze. Bam! Oh, oh, oh. Dat is niet goed, dat is niet goed. Gross out, dat is niet chill. Oh. Kijk, van wat hij bij mij weg gaat rijden, volgens mij weer bij. Cure potion. Zo heb ik dat in ieder geval weg. Kom met een ability deze. Zou dit kunnen? Oh! Bam. 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 Het is in ieder geval bleeding en fire, dus het gaat wel chill dan. Let's do this. 2, 3, 5. Oké, nu dat is ongeveer 510 weg. Dit moet echt uit. Kom op, Cartman. You have to defeat it. Oké. Cartman, jij gaat het ding kapot maken. Hop, weg ermee. Nice. Hop. En nou kunnen we meneer Fetus verslaan. Maar we willen eerst eventjes twee large potions maken. Eén op mij en op Cartman. Zo. En we beginnen met een ability. Bam, 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 bam. Bam. Doe nice. Cartman die aan het lachen is geweldig. Large op moi. Of op quad moi. Cartman. Cartman die met zijn deze ability gaat gebruiken. Hoppakee. Wow. Wow. En bam, bam. Ja. Wacht maar, jongen, wacht maar. Oké, ik wil deze. Ik wil mezelf nog even een strength pose geven, zo meteen trouwens. Dat lijkt me wel strakker. 1, 2, 3, 4, 5. Oeh, yeah, 7 keer combo. Oh! Beide grossed out. Dit is zwaar kut. Wat ik dus ga doen is aan mezelf een cure potion geven. En dan gaat Cartman mij een potion laten geven. Met je helft terugkrijg. Zodat ik in ieder geval overleef. En dan kunnen we Cartman wel reviven. Dus. Oh. No. No. Nee, cheesy puff. Fuck. Oké, we hebben dus geen potion waarmee ik leven terugkrijg. Dan geef ik mezelf maar een strength potion. En dan verliezen we Cartman. Hopelijk. Hopelijk pakt die Cartman. Ja. Wat is dit? Cartman die ligt hier niet op de grond. What the fuck?
Zal wel. Bam. Bam. Carmen die staat stil. What the fuck? Nee! Rebirth. Nice. Die hoopte ik op. 5. Kijk, nou komt hij terug. Nice. Let's do this shit, yo. Bam. Bam. Nog niet helemaal. Oh man. Oh man. Revive. Kom op, we hebben zich niks gehad aan Carmen die beurt. Kom op. Bam. Bam. We zitten in de 100 talen. Carmen, je kan hem nu afmaken als je het goed doet. Oh, oh, oh. Kom op. Ik wil een revive zodat ik sowieso nog overleef. Ja, en dan wil ik een afmaken. Bam. Bam. This shall be a day for all to remember. Nice. We beat him. We beat him. We kunnen maar ineens looten. Damn it. Zo. Nou, heel droog return to Adi. Nice. I love this game. Gewoon de manier waarop het zo fucking droog is. Hier is een fast travel hier. Hé. Hey. Dat is chill, maar waar staat hij? Is een beetje naar links, zou ik zeggen. Heel mooi dat hier een taak op bel achter staat. Waar is de fast travel? Ja, fast travel is meer dat die kant gokken. Ja, hij is hier bij het blauwe huis op de hoek. Dit huis? Lijkt wel op. Nee, dit huis hier. Gewoon dit ding. Deze. If you ever want some work done on your nose, see Dr. Tom. He's the yes. Goed, zijn er. Wat kan ik hier op zien? Welke fast travel ik nog niet heb? Voor mij niet. Hier is trouwens een weg die weggaat. Nou, zal wel, we gaan hier naartoe. Die gaan we dan even fixen, hè? Ja, dat gaan we dan even doen, hè? En hij loopt een beetje vast, heel random. Net ook met Carmen die niet omvalt. En nu gaat hij, omdat ik hier naar langs moet, in een keer langzaam of zo. Geen idee wat er aan de hand is. En hij is in een keer weg als ik hier ben. Oké, logisch, logisch, logisch. Zo. I saw Butters get the worst titty twister here once. Nice. The girls want to thank you for your help. We all right then, let's go. You know the drill. Yeah. New kid, the girls are very thankful for you texting us the abortion records. We are one step away from finding out which girl among us is a two-faced bitch. Unfortunately, the record keeper at the abortion clinic is from Paris, and so everything is written in French. Whoever this two-faced skank is thinks she can outsmart us. We want to help you and the boys play your game, but we just can't have a two-faced bitch out there on the loose. Just get these documents translated for us, and we promise we will join your army. Sparkle! Sunshine! Ja, ze moest iemand hebben die het kan vertalen. Moet dan naar de school? Ik zou het zeggen, de school. Talk to the boys. Oh! Dan moet ik hier naartoe. Ja, nou. Gaan we naar fast travel toe en dan gaan we daar weer naartoe, hè. Doen we het op die manier. Hey, no problem. Zo. En hier. Zo. En die, maar die. What's this? Council, gather round. This must be something the new kid needs our help with. Sank fams ont sabi unanvartum. What language is that? It's some kind of strange orcish. I've seen this language before. In the kingdom to the north. Oh, the kingdom to the north? Whatever's written on these documents is somehow the key to us recruiting the girls to our army. Is that what you're trying to tell us, new kid? Come on, spit it out. Getting that document translated isn't going to be easy. To breach the kingdom to the north, you will have to assume another identity. Your name is no longer Commander Douchebag. It is now Larry Babinski from Cleveland. The quickest way to the kingdom to the north is through the Lost Forest. Head north, then north again, north,
and then north. You better get a real passport photo first, or you won't make it past border control. Dus, hier maar naartoe. Ja, dat is naast fast travel, nice. Wat ik nou... Voor mij moet ik naar Canada. Een vriend van mij zei dat hij daar een stuk was naar Canada. Dus ik zit eigenlijk te wachten, maar dan komt een stuk naar Canada, dan weet ik hoe ver die ongeveer is. Maar dit is dus hier. Ik gok dat dit is dat we naar Canada moeten. Photo dojo. Let's see. Wacht, ik wil wel... YOLO. Hi, here to get your passport photo taken? Just head into the room there and we'll get started. Oké, wacht. We willen eerst onszelf een beetje cool eruit laten zien, hè? Dus wat we gaan doen, we gaan eerst ons eigen haven terugnemen. Nou wil ik hier deze, kijk. Oh, lek. Ja, perfect. Clear, dus level 10. Gain, upwards 15 HP. En study armor for an enemy. Deze ziet er wel cooler uit. Ah, dit is goed zo. Of kunnen we dice? Dan maken we gewoon zwart, dan valt ze niet op. Ah. Oh. Zal wel. Oh, wow. Ik vergeet iets heel belangrijks. Als eerste, my face. Leg daarmee. En ik wil mijn moustache terug. Nou gaan we een foto laten maken. Step between the lights, please. That's great. Okay, smile. Do you have anything else you could wear? Could you try something else on? No, tell you what, how about just no shirt at all? Let's try that. What? Yeah, that's gonna work better. Here we go. Oh, those pants don't work with the lighting. Could you roll up your pants? Or, you know what, just take the pants off too. What? Okay, that's good. Really nice. Yes, very nice. How about we lose the underwear? You sick son of a bitch! Stop him! You'll never take me alive! Ik dacht al, dit gaat echt de verkeerde kant op. Ik dacht echt al van, ja, pedofile. Wauw, ik dacht al. Nice, oké, Cartman, maak hem af. Daar gaat hij sowieso niet dood van. Maar volgende ronde gaat hij wel dood. Kill my wife. I wasn't that into her. Ah, sweet. Wow, good job, kid. You're quite the fighter. All right, let's get this over with. Say cheese. Congrats, kid. You have your first passport. Geweldig. Geweldig, denk ik. I don't know. We gaan wel eventjes wat kleren aantrekken, hé. Makes enemies puke when they approach you. Dat is wel nice. Deze SWAT vest, ja, die had ik, ja. Surgeon gloves. Ja, zo is het goed. Zo heb ik weer wat gehad. Dan gaan we nu naar het noorden, daarna naar het noorden en daarna nog een keer naar het noorden. Zo. Nice. Mapje. Kun ik beter naar rechts gaan en dan gewoon hier naartoe gaan. Lijkt mij dat dat het idee is. Of niet? Maak ik ergens een fout nu. Nee, hier moeten we naartoe. Helemaal naar rechts. Kijk. We gaan ook naar Canada. Nice. Going to Canada. It's nice. It's nice. It's very, very nice. Oh.
Oh, pas op. Geen nazi zombies aanvallen in mijn ijs. We're doing this. En nu naar Canada. Langs de zwerver. Nope, niet hier langs. Hier langs. En dan naar boven. Naar Canada. Nice. Hoe was dat hier de bedoeling? Wat? Ja, verboden koeien te duwen, nice. Moet je een scheet laten bij die beesten, dat zou kunnen. Dit helpt ook niet echt. Query commands. Garmin doet gewoon niks. Nice. Party. Laten wij zeggen, wij gebruiken Stan. Nee, wacht. Jimmy. You should leave the comedy to me. You should leave the comedy to me. Maar hoe kom ik dan daar naar boven? Ik zit gewoon goed. Ja, hier en ik moet daar naartoe. Hang in the north. Make your way through the Lutz Forest to the Canada border. Het is daar zeg maar een soort van ratten in de weg. Wacht. Hier kunnen we wel naartoe. Dus doen we het op deze manier, hè. Zo. En nou kunnen we in ieder geval bij die haan. You should leave the comedy to me. Misschien dit, dat dit helpt iets. Nope. Not really. Pittig jammer. Ik heb geen idee. Ik heb geen idee hoe langs ik kom. Nou, dat zul ik de volgende keer wel. In ieder geval blijf kijken of ik jou de volgende keer weer. En dan zeg ik voor nu. Later!